Dag Erik. Hey Hans. Leuk dat we hier kunnen zijn op het terrein van Bok. Ja. Waarom hier? Ja, het is een groot deel van mijn jeugd heb ik hier doorgebracht. Ik ben een geboren en getogen Bokselaar. Heb eigenlijk van mijn derde jaar gevoetbald hier bij Bok. Ik kan me nog herinneren dat ik als kleine jongen met mijn oudere broer mee mocht trainen. Als driejarig jongetje. En vanaf het moment dat ik mocht voetballen in de pupillen. Ik denk als vijfjarige, ja, ben ik hier begonnen en ik heb hier mijn vriendjes gemaakt. Die ken ik ook nog allemaal. En ik denk tot mijn twintigste, tot de senioren elftallen heb ik hier altijd fanatiek meegevoetbald. Dus het is een hele bijzondere plek voor mij. Ja, ja. Hoe ver ben je gekomen met voetballen? Want, ik heb een paar wedstrijden in het eerste mee gespeeld. Daar hing ik een beetje tegenaan. Ik ben ook vroeg in mijn voetballoopbaan geblesseerd geraakt. Een paar keer aan mijn knie geopereerd. Ik heb een jaar of drie in de tweede gespeeld hier en een paar jaar in de lagere elftallen. Maar ik heb een paar wedstrijden in het eerste gespeeld en ook nog gescoord. Dus ik sta ook nog in het jubileumboek van Bok als doelpuntenmaker. Nou, leuk zeg. Voetbal is heel belangrijk. Ook Ajax voor jou, hè? Ja, heel, heel belangrijk. Het is de belangrijkste uitlaatklep, de belangrijkste bijzaak, zeggen ze wel eens. Maar ik ben inderdaad vanaf jongs af aan eigenlijk al liefhebber van het Ajax voetbal. Ja, dat was in mijn tijd, begin jaren 80 was dat toch nog de terugkeer van Cruijff op de Nederlandse velden. En ja, voetballers als Vanenburg en Rijkaard en dat soort types. Vond ik heel erg leuk voetbal om naar te kijken. En toen is eigenlijk mijn liefde voor Ajax ontstaan. En later, toen ik zelf in staat was om naar Amsterdam toe te rijden, heb ik een seizoenskaart genomen en om de twee weken zit ik nu op de tribune. Ik ga ook nog wel eens een keer uit meekijken en de Europese wedstrijden zijn natuurlijk geweldig. Maar het is vooral ontspanning en leuk en slap ouwe hoeren over voetballen met vrienden. En daar hou ik eigenlijk van. Dus het is het voetballen, maar ook alles wat eromheen zit. Dus ja, daar voel ik wel ontspanning bij. Nou ziet de burger in Boksel ziet dat natuurlijk ook op social media van jou. Je post dat ook heel vaak op Facebook. Je doet heel veel met Facebook. Denk even ook je trouwe viervoeter, hè? Die je altijd, je dochter die je vaak... Muziek, concerten natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk wat minder nu. En je vader, niet te vergeten. En ja, wat je bijna elke dag doet, is wel bij je sportclub, hè? Ja. Bij je sport... School. Ja. Vertel eens, waar die behoefte? Waar komt die behoefte vandaan om dat iedere dag te posten? Nou, ik heb er ook wel in zoverre een beetje een politieke bijbedoeling mee. Om ook te laten zien waar ik als wethouder nou mee bezig ben. En wat er in mijn gedachten speelt. Ook zeg maar, als ik niet op het kantoor van het gemeentehuis rondloop. En ik vind de wethouders of politici, die moeten ook laagdrempelig zijn. Goed benaderbaar. En dat is iets wat ik probeer te doen ook met de Facebook. Dat mensen ook makkelijk ook via Facebook een berichtje kunnen sturen. Merk je dat ook? Dat mensen dat doen. Er wordt er regelmatig op gereageerd. Zowel positief als negatief. En dat mag ook. Dat is ook verder prima. Maar ik krijg ook inderdaad regelmatig berichtjes via Messenger, via persoonlijke berichten. Van kom eens een kop koffie drinken. Of kijk hier eens naar. Of kijk daar eens naar. En dat doe ik dan ook. En altijd dat duimpje. Waarom dat duimpje? Ja, dat duimpje is natuurlijk ook een beetje een gag geworden, zoals ze dat zeggen. Maar het is ook wel een beetje zoals ik erin zit. Proberen positief te blijven. Ook de toekomst vanuit een positieve invalshoek beschouwen. En dat duimpje is natuurlijk daar exemplarisch voor. Mensen vinden het ook leuk. Ik krijg er ook wel een soort kritiek op van, moet je dat nou wel doen? Maar ik denk ook gewoon dat het leuk is en dat past ook een beetje bij mij. Ja, Erik, nou post je heel veel. Hè? We hebben net een aantal dingen genoemd. Wat zijn nou dingen die je niet post? Ben ik wel benieuwd naar. Nou, ik heb heel veel dingen uit mijn persoonlijke leven niet gepost natuurlijk. Mijn dochter, ik mag af en toe wel eens een fotootje plaatsen, maar dan moet ik echt heel lang overleg hebben over welk fotootje dat dan mag zijn.
Dus dat soort dingen die post ik liever niet. En ik moet zeggen, ik vraag het ook altijd aan mensen als ik in openbaar iets post. Van, vind je het goed als ik een artikeltje op Facebook zet? Want niet iedereen is daarvan gediend en dat snap ik ook. Dus ik respecteer dat verder ook. Over kleine 3 weken verkiezingen. Stel dat je niet gekozen wordt als wethouder. Stel dat je in de raad komt. Wat ga je dan doen? Nou, dan ga ik me heel erg inzetten voor de mensen die op mij gekozen, op mij gestemd hebben. En mijn eerste zorg zal dan toch uitgaan, en dat is ook, ja, het is ook een beetje het motto van ons verkiezingsprogramma, hè. Hou Bokstel sociaal. Ja, dan zal ik me in de gemeenteraad heel erg druk gaan maken over het behoud van het sociale beleid in Bokstel. Oké, maar je blijft dan wel in de raad? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Dat is ook een principieel punt voor mij. Vertel eens. Op het moment dat je je verkiesbaar stelt en je zegt de belangen van mensen te willen behartigen in de gemeenteraad, ja, dan moet je dat ook gaan doen. En ik zit er niet voor mezelf, niet als wethouder, maar ook niet als raadslid. Ik zit er voor de mensen die op mij kiezen. Dus op het moment dat je je verkiesbaar stelt, dan moet je daar ook gaan zitten. En, ja, ik heb 16 jaar in de gemeenteraad gezeten, nu een kleine 7 jaar als wethouder. Ja, ik wil daar graag nog een jaar of 5 aan vastplakken. En of dat nou als raadslid is of als wethouder, dat zal ik alle twee met net zoveel inzet doen. Ja, je zegt 6 jaar als wethouder al. Als je nou terugkijkt in die 6 jaar, wat is nou jouw grootste succes geweest? Waar kijk je nou heel tevreden op terug? Ja, dan noem ik 2 dingen. We hebben te maken gehad in de afgelopen 6 jaar met de grootste stelselwijzigingen op sociaal gebied. Echt een mega-operatie. Eigenlijk kwam er daarop neer dat de landelijke overheid meer taken richting de gemeente heeft geschoven. En minder de WMO en zo? Ja, WMO, jeugd, participatie. En minder geld naar gemeentes heeft laten komen. En wij hebben er toch voor weten te zorgen dat die wijzigingen, die mega-wijzigingen in Bokstel op een sociale manier zijn ingevoerd. Er is niet beknibbeld op armoedebeleid. We hebben heel veel kunnen betekenen voor mensen met een smalle beurs. Dat is 1 punt. En het tweede punt waar ik heel erg trots op ben, is dat we in 20, 30 jaar tijd eindelijk een einde hebben kunnen maken aan de discussie over de inrichting van het centrum, de herinrichting van de markt, die we hebben afgerond. Dus toewerken naar een autoluwe markt met compensatie van parkeerplaatsen. En we hebben die discussie niet alleen afgerond, maar we zijn ook gekomen tot plannenmakerij en de schoppers in de grond gegaan. Dus die markt die ligt er nu. Maar denk je dat veel mensen daar echt veel plezier in hebben? Want ik hoor ook wel eens een negatieve reactie. Ja, als er iets is natuurlijk over het centrum van Bokstel, is dat iedereen er een mening over heeft. En ja, je kan het nooit iedereen naar de zin maken. Maar ik hoor ook op straat en op social media heel veel positieve reacties terug. Ja, ook over die fonteinstrip die er is, de terrassen die over de hele markt mogen staan nu. De ondernemers ook, die de neuzen allemaal dezelfde richting in hebben. En volgens mij wordt dat toch heel erg positief ervaren door heel veel mensen. Nou ben je een mens, hè? Wat voor frustratie heb jij nu eigenlijk van alles wat er... Nou, ik merk in social media dat er nu een recente frustratie is bij je. Nou ja, ik kan niet ontkennen dat het mij niks doet als ik kritiek krijg. Hè. Ik heb hart voor Bokstel. Ik ben ooit de politiek ingegaan, echt vanuit een overtuiging dat de verschillen tussen arm en rijk wat minder zouden moeten worden. Maar hier in Bokstel gaat het natuurlijk vaak over hele concrete dingen. En dat gaat vaak ook best wel scherp. En op social media, daar worden heel veel dingen neergezet die kloppen. Maar er worden ook heel veel dingen opgezet die niet kloppen. En ja, dat doet best wel zo pijn, moet ik eerlijk zeggen. Heel recentelijk zag ik jouw reactie op de vernietiging of het kapotmaken van je borden. Wat doet dat met je? Want je was erg emotioneel in die reactie. Ja, nou, dat is ook wel een beetje een principieel punt. Een andere hobby van mij is geschiedenis en met name de Tweede Wereldoorlog, waar we heel hard hebben moeten vechten om vrije verkiezingen te kunnen hebben. En ik vind dat als je vrije verkiezingen organiseert, dan moeten alle partijen, ongeacht welke kleuren dat die hebben of waar ze voor staan, moeten wat mij betreft volledig de vrijheid hebben om campagne te kunnen voeren. En wij werden de afgelopen dagen met name als partijen eruit gepikt om borden te vernietigen. Ja, dat vind ik niet kunnen. Iedereen moet volgens mij de volledige vrijheid kunnen hebben om die verkiezingen nou juist te promoten. En
ja, dat raakt mij wel in het hart. Nou Erik, we gaan er een wedstrijdje van maken, hè? 3 pogingen krijg je. Hoeveel ga je er maken? In dat doeltje? Ja. Alle 3. Nee, nee, naar achteren. Nee, je smokkelt. Ik ben scheidsrechter. Uit 3. Nou Erik, ik las dat jij nog bij de Fion hebt gewerkt. Nou is Fion natuurlijk tegenwoordig een wat omstreden bedrijf. Ja. Met corona, met veel arbeidsmigranten die daar werken. Niet te vergeten de stankoverlast die bijna in heel Boksel te merken is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, er zijn natuurlijk een aantal aspecten die daar aan zitten. Die stankoverlast, ja, die speelt al jaren en jaren lang. En ik vind dat het bedrijf daar gewoon de verantwoordelijkheid moet nemen. We hebben daar ook afspraken over gemaakt. Ja, die afspraken moeten gewoon nagekomen worden. Maar is dat wat ik lees? Ik lees dan in de krant dat er een hogere schoorsteen komt. Is dat dan de oplossing? Nou, dat zal denk ik één van de oplossingen zijn. Ik hoorde overigens vanuit Fion dat er gedurende de laatste maanden meer oplossingsrichtingen wel zijn bedacht. Hè? Dat de deuren beter gesloten moeten blijven. En ze willen het personeel beter instrueren om die lucht niet naar buiten toe te laten komen. Maar ik denk dat het in ieder geval moet beginnen met die maatregelen die uit dat onderzoek naar voren zijn gekomen. Om die uit te laten voeren. Kijk, in zijn algemeenheid zou je ook kunnen zeggen, met betrekking tot dat soort industrie, van dat kan wel een tandje minder. Hè? Dat zal de maatschappij ook... Die zal daar ook van gaan zorgen, omdat mensen nou eenmaal een ander consumptiepatroon hebben. Ja. Maar ik vind dat de maatregelen die wij hier in Boksel hebben gevraagd om de overlast voor de omgeving terug te dringen, ja, die moeten ze gewoon nakomen. En als ze dat niet doen? Ja, dan moeten ze daarop aangesproken kunnen worden op een of andere manier. Dus we zijn wel aan het kijken naar afdwingbare afspraken. En, ja. Als ze daar nou niet aan voldoen, hè, zou er dan ook inzitten wat bijvoorbeeld een van de andere partijen wil? Fion Boksel uit. Een van de andere partijen die het volgens mij is GroenLinks, PvdA. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, volgens mij is dat een onzinnige stelling. Want volgens mij kan je een bedrijf niet de gemeentegrens overduwen. Maar ik ben het er wel mee eens dat je gewoon kritisch moet zijn. En kritisch met Fion als bedrijf in gesprek moet komen. Kijk, aan de andere kant is Fion ook een belangrijke werkgever. Hè? Een belangrijke economische drager voor Boksel. Echt Boksels bedrijf vanuit het verleden. Maar het mag allemaal wel een tandje minder. En ik vind dat ze met betrekking tot die stankoverlast en ook een aantal andere aspecten, bijvoorbeeld arbeidsmigranten, ja, gewoon dik ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En daar moeten wij de randvoorwaarden voor scheppen. Dat ze daar ook kunnen. Nou is van origine Fion, vroeger de sport en later NCB, is echt Boksels bedrijf. Ben ik het helemaal met je eens. Maar als ik kijk wat er nu werkt, heel veel arbeidsmigranten, heel veel mensen ook van buiten Boksel die op kantoor werken of zo, is het dan eigenlijk nog wel zo'n Boksels bedrijf? En nou, is het dan wel zo belangrijk voor de Boksels economie? Nou, ik weet dat er in ieder geval 300-400 mensen echt uit Boksel en de omgeving daar werken. Want daar hebben we het recentelijk nog een keer met Fion over gehad. En ik denk ook dat de streven er moet zijn dat meer Bokselse mensen daar ook werken. Ik ben ook met Fion in gesprek geweest om afspraken te maken om mensen die bij ons in de uitkeringsbestanden zitten, om die toe te leiden naar werk. Ja, Fion lijkt me een goede werkomgeving om mensen daar ook naar banen toe te leiden. Kijk, op dit moment hebben we in Nederland nou eenmaal te maken met arbeidsmigranten die, ja, hier zijn. Dus daar moet je iets voor organiseren. Maar het streven moet zijn volgens mij dat je ook met name werkgelegenheid, ja, hier voor de omgeving ook probeert te organiseren. En de huisvesting, hè, voor die arbeidsmigranten, ja, toch? Ja, belangrijk punt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik ben daar natuurlijk veel mee bezig geweest in de afgelopen maanden. Er ligt een concreet voorstel plaats om hier op een humane manier mensen te huisvesten. De landelijke overheid is daar ook mee bezig geweest. Hè. De commissie Roemer,
partijgenoot van mij. En we hebben nu een Boksels beleidskader liggen die ervan uitgaat dat we mensen hier op een menselijke manier hier kunnen huisvesten. Met niet te veel mensen op één kamer, met fatsoenlijke woonomstandigheden. En daar moeten we denk ik voor zorgen. Dus daar is een verantwoordelijkheid voor de gemeente. De SP heeft in hun slogan nu voor de verkiezingen, hou Boksel sociaal. Boksel heeft een heel groot tekort. Er moet 1 miljoen bezuinigd worden volgend jaar. Ik vraag mij af, hoe hou jij, als wethouder bijvoorbeeld, Boksel sociaal? Ja, het wordt een gigantische opgave natuurlijk. Maar goed, je geeft al aan, er moet bezuinigd worden. Dat moet ook. Hè. We moeten efficiënt kijken naar hoe we kijken dat we het sociaal beleid ook betaalbaar kunnen houden. Maar ik zou niet zeggen dat we per definitie alleen gaan bezuinigen op het sociaal domein. Ten eerste vind ik dat je veel breder moet kijken, ook naar andere beleidsaspecten waar misschien het wel een tandje minder kan. Zou je eens een voorbeeld kunnen noemen? Kom ik op. Kijk, die problemen die zijn natuurlijk vooral ook ontstaan doordat de Rijksoverheid heeft gezegd, gemeentes krijgen er meer taken bij en krijgen er minder geld door. Dus we moeten sowieso creatief zijn. Maar bijvoorbeeld het seniorenbeleid is wel een mooi voorbeeld. Tegen de hele bezuinigingsstroom in hebben we daar nu juist structureel geïnvesteerd. We hebben €60.000 structureel vrijgemaakt op de begroting om seniorenbeleid vorm te geven. En dat soort middelen, daar zou je van kunnen zeggen van wij gaan samen met maatschappelijke partners, bijvoorbeeld zorggroep Elde en Joost, kijken of we een sociaal-maatschappelijk fonds voor senioren in het leven kunnen roepen. Waarbij organisaties ook allemaal een geldbedrag doneren in dat fonds. En dan vergroot je ook de slagkracht om beleid neer te zetten. En op die manier, dus op andere manieren van financiering, zou je ook kunnen kijken of je beleid meer betaalbaar zou kunnen maken. Dus aan de ene kant kijken waar dingen efficiënter kunnen. En aan de andere kant creatief kijken naar de financieringskant. Er zijn heel veel ideeën al. Hè? 10% korten van subsidies. Je ziet gemeenschapshuizen die waar minder subsidie voor komt. Ik zie ook dat OZB-belasting omhoog wordt voorgesteld door bepaalde partijen. Dat raakt natuurlijk die mensen die weinig te besteden hebben wel. Hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, ten alle tijde zou je denk ik moeten kijken hoe je met name mensen in hele kwetsbare posities kunt ontzien. Ik vind dat we in Boksel in ieder geval een vangnet moeten hebben voor de allerkwetsbaarste in de samenleving. Dat kunnen mensen zijn met een financiële beperking of ander. Of anderszins. Daar zou je altijd een kunt, maar er zit een onzekerheid in. Je hebt dat gat. Ja, maar bij alles wat je bedenkt vind ik met name dat je die doelgroep, want we hebben geen doelgroepenbeleid te boksen, maar die doelgroep, kwetsbare mensen, daarvan moet je altijd zorgen dat ze volwaardig mee kunnen doen of volwaardige kansen krijgen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daar moeten we denk ik gezamenlijk voor staan. En in die kerntakendiscussie, want het voorjaar gaan we een kerntakendiscussie krijgen. Ja, dan zou je vooral moeten kijken van, wat vinden we nou dat we minimaal zouden moeten organiseren in Boksel? Maar altijd met het uitgangspunt dat de allerkwetsbaarste mensen in Boksel, dat we daar een vangnet voor hebben. Als jij als wethouder aan de slag gaat, wat zouden jouw persoonlijke speerpunten zijn dan ten aanzien van het sociale domein? Nou ja, met name armoedebeleid. Dat valt op dit moment ook onder mijn portefeuille. Daar heb ik altijd van gezegd, armoedebeleid, daar moet je niet aankomen. Die hebben we ook kunnen ontzien, ook in de afgelopen tijden dat we al wat besparingsmaatregelen hebben genomen. Ja, daar sta ik heel erg voor. Dat is een groep, en met name arme gezinnen met kinderen. Ja, die mogen er volgens mij op rekenen dat met name ook kinderen uit arme gezinnen volwaardig de mogelijkheid krijgen om mee te kunnen doen in de Boksterse samenleving. Dus daar zou wat mij betreft nooit aan getornd moeten worden. Nou, zo dat de regelgeving die vooral van de overheid komt rondom het sociale domein, dat je weinig invloed op hebt. Daar hebben alle gemeentes mee te maken. Iedereen heeft last van dat er minder geld is. Maar Boksel heb ik wel de indruk dat hij het wel heel erg voor een kiezer krijgt. Heeft dat dan te maken met het gevoerde beleid nu? Waar jij onderdeel van bent? Ja, nee, ik denk dat Boksel extra zwaar wordt aangetast, omdat wij bijvoorbeeld hier een jeugdinstelling binnen de gemeentegrenzen hebben, die niet alleen een plaatselijke functie heeft, maar waar kinderen uit heel het land naartoe komen. En in de budgettering is landelijk daar eigenlijk onvoldoende rekening mee gehouden, dat je daardoor ook extra
gebruik moet maken. Had je daar dan geen rekening mee? Ben je niet naar de centrale overheid gegaan en gezegd... Dat hebben we als college gedaan. Is een algemeenheid voor wat betreft het sociaal domein. Overigens zou dat in het land veel meer hebben moeten gebeuren. Dat gemeentes naar Den Haag waren getrokken om te zeggen van... Ja, wat zijn jullie nou aan het doen met deze bezuinigingsmaatregelen? Hebben we zelf ook al gedaan. Maar specifiek voor Boxtel is mijn collega Maruska Lestrade ook naar Den Haag geweest. Om met name die problematiek onder de aandacht te brengen. Dat is ook gelukt. Er zijn ook brieven overgestuurd. En er zijn ook op regionaal niveau afspraken gemaakt dat er meer solidariteit zou moeten zijn tussen die gemeentes. Alleen is dat nog onvoldoende van de grond gekomen. Ja, we hebben bijzondere verkiezingen. Voor 5,5 jaar word je gekozen. Stel je wordt wethouder. Welk punt wil je, als je over 5,5 jaar terugkijkt, zeker bereikt hebben? Ik wil graag één punt. Ja, een ruimhartig sociaal beleid en dan met name armoedebeleid. Ja, daarvan vind ik dat we in ieder geval een voldoende vangnet moeten hebben om voor de allerkwetsbaarste mensen in financiële posities, om daar voldoende voorzieningen voor te hebben om die toch mee te kunnen laten doen in de samenleving. Dat kun je één concreet voorbeeld noemen zoals het dan zou moeten zijn, zodat ik het beter begrijp. Het is een beetje ruim omschreven. Ja, ik noemde net al het voorbeeld van gezinnen, arme gezinnen met kinderen. Ja, dat kinderen mee kunnen doen in het verenigingsleven, mee kunnen doen op sportverenigingen. Dat er voldoende geld zit in het welzijnsfonds om arme gezinnen tegemoet te komen. Dus dat er in die zin voldoende voorzieningen zijn. Dankjewel. Nou Erik, dit was het dan. Hartstikke leuk om met jou gesproken te hebben. Binnenkort de verkiezingen. Ik wens je heel veel succes. En erg bedankt. Dankjewel. Het was een superleuk gesprek. We gaan weer coronaproof campagne voeren. Succes. Dank je.